Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Hier een korte update over mijn treinbaan, samen met Odi, die ook even kwam kijken. Ik heb met een paar planken en wat losse rails even een bovenbaan gemaakt, zodat ik rondjes kan rijden, zodat ik ook alle problemen met ontsporingen op kan lossen. Dus mijn helix eindigt nu in een stuk tijdelijke rails. Ik heb Roco flexrails gebruikt met betonnen bielzen. En de onderkant een boel opstelsporen met wat treinen waarmee ik test. De achterste baan is voor terug de helix op. De voorste baan is als je van de helix afkomt. En daartussenin kun je dus stoppen om ons opstelspoor. Hier heb ik heel veel aan lopen puzzelen om niet alles in de hoek uit te laten komen, maar een tussenwissel waardoor ik veel meer plek kreeg. Bijna alle wisselaansturingen zitten erop en alle draden lopen al naar de onderkant van de tafel, maar daar zitten ze nog niet aangesloten. Ja, de mooie helix met niks op ons boord. Nou, hier een hele kabelbende, dit zijn mijn blokken. Die ik allemaal heb, die allemaal gaan naar op dit moment één verbinding. Je ziet een beetje de in progress hoe dat zich gevormd heeft. Veel kabels trekken de hele tijd. En dit wordt mijn decoderplank met alle wisseldecoders. En een boel bruggen voor de stroom om die te verdelen. Ja, hier nog meer kabels. Toen nog analoog, inmiddels zit het digitaal. Met dat blokje. Wat het allemaal, waar het allemaal bij elkaar komt. En hierdoor kan ik in ieder geval testen. Ik heb al heel wat problemen eruit gehaald. Omdat mijn rails redelijk los zit, kan ik het ook makkelijk opnieuw vastmaken. In ieder geval bedankt voor het kijken. En tot een volgende keer.